Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we verschillende soorten evenwichten bekijken. En we gaan kijken naar homogene en heterogene evenwichten. Voordat je deze les bekijkt, moet je wel iets weten over evenwichtsreacties. Maar die hebben we in een eerdere les al bekeken. Dus ik raad je aan om die les eerst te bekijken. Nou, er zijn verschillende soorten dus, homogene en heterogene evenwichten. En er zijn ook nog zoiets als verdelingsevenwicht en oplosevenwicht. Maar die zijn eigenlijk onderverdelingen van een heterogeen evenwicht. Dus die gaan we straks ook zien. Uit de derde klas ken je misschien het woordje homogeen nog wel. Dat betekent dezelfde fase. En het eerste evenwicht wat we in dit hoofdstuk hebben bekeken was dat evenwicht van stikstofdioxide, dat bruine gas, met die stikstof tetraoxide, dat kleurloze gas. En zoals je hier ziet, bevinden die stoffen zich in dezelfde fase. En dat betekent dus dat we hier te maken hebben met een homogeen evenwicht. Homogeen omdat de reagerende stoffen in dezelfde fase zitten. Nou, dit is natuurlijk iets wat je even in je schrift moet schrijven, hè? Nou, dan weet je ook meteen wat een heterogeen evenwicht is. Want heterogeen betekent verschillende fasen. Nou, als je bijvoorbeeld koolstof neemt en je brengt dat in een reactor onder hoge druk en temperatuur in contact met waterdamp, dus met stoom, dan treedt dit evenwicht op. En dan zie je voor de pijl dat het koolstof in de vaste fase is en die andere stoffen zijn allemaal in de gasfase. En dat betekent dus dat je hier te maken hebt met een heterogeen evenwicht, want de stoffen bevinden zich in verschillende fasen. Nou, ik heb nog een voorbeeld voor je. Hier hebben we een fles, dat moet een fles cola voorstellen. En in cola zit koolzuur. Cola is een van mijn favoriete drankjes. Mijn leerlingen weten dat ook. En je kent dat vast wel. Als je de fles opendraait, dan hoor je even pfft. De druk gaat eraf. En je ziet dan gasbelletjes ontstaan in in de vloeistof, in de frisdrank. Dat komt omdat dat koolzuur gaat ontleden. Koolzuur is H2CO3. En als de druk wordt verlaagd hierboven in de fles, dan gaat dat koolzuur gaat reageren tot water en koolstofdioxide. En dat koolstofdioxide dat gaat als gas uit de vloeistof en dat komt hier boven de frisdrank in die fles te zitten. Maar ja, als er steeds meer CO2 in die fles komt, dan zal op een gegeven moment die druk hier weer opbouwen. En die druk wordt zo hoog dat het op een gegeven moment niet meer lukt om CO2 uit de oplossing te krijgen. En dan zul je dus zien dat die belletjes niet meer gevormd worden. Dus dan lijkt het alsof deze reactie gestopt is. Maar de reactie is niet gestopt. We hebben dan te maken met een evenwichtsreactie. Die reactie gaat even snel. Er zullen dus wel degelijk H2CO3 moleculen reageren naar water en koolstofdioxidegas, maar tegelijkertijd zal er CO2 met water reageren weer terug naar dat H2CO3. En dan zie je hier dus ook dat we een evenwichtspeil moeten tekenen. En we zien hier voor de pijl AQ en na de pijl vloeibaar en gasvormig. Dat betekent dus verschillende fasen en dat betekent dus dat we het hier te maken hebben met een heterogeen evenwicht. Oké, gaan we nu kijken naar die andere twee. We beginnen met een verdelingsevenwicht. Jodium is I2. En I2 kun je proberen te mengen met wasbenzine en water. Nou, dus wasbenzine is een vloeistof die niet mengt met water. Dus wasbenzine is hydrofoob. En water is hydrofiel. En wasbenzine heeft een lagere dichtheid dan water, dus dat wasbenzine komt bovenop het water te drijven. Nou, I2, dat ziet er als volgt uit, dat zijn twee joodatomen aan elkaar. En aangezien de elektronegativiteit gelijk is, is dit een normale atoombinding, dus er is geen delta plus of delta min. Dat betekent dus dat I2 apolair is en dus ook hydrofoob. Dus wasbenzine, of jodium zal het beste mengen met het wasbenzine. Maar goed mengen betekent niet dat het met water niet mengt. Het zal slecht mengen, maar wel een beetje. Dus wat je dan gaat zien als je jodium mengt met water en wasbenzine, is dat het jodium gaat oplossen in de wasbenzine en dat geeft een paarse kleur. Dat kun je overigens zien in Binas tabel 65b. En jodium in water geeft een gele kleur. Dus in dat wasbenzine, daar bevinden zich I2 moleculen opgelost in de wasbenzine. En in het water bevinden zich I2 moleculen in het water. Maar betekent dat dan dat hier aan het grensvlak geen uitwisseling is?
Jazeker wel, want die I2-moleculen zijn constant in beweging en er zal best eens een keer een molecuul doorschieten en oplossen in de wasbenzine. Maar tegelijkertijd zal er ook moleculen vanuit de wasbenzine naar het water gaan. En op een gegeven moment krijg je een evenwichtssituatie. En dan kunnen we dus in een reactievergelijking schrijven, of eigenlijk een vergelijking, het is geen reactie. Maar we zien wel dat we hier AQ hebben en hier in wasbenzine. Dus twee verschillende fasen, het zijn er wel allebei vloeistoffen, maar twee verschillende vloeistoffasen. Dus hebben we hier te maken met een stof die zich verdeelt over twee verschillende vloeistoffasen. En dat noem je dan een verdelingsevenwicht. Oké, gaan we tot slot nog even kijken naar een oplosevenwicht. Als je natriumchloride oplost in water, of in water schept, dan zal het oplossen en dan krijg je vrije ionen. En daar kun je een vergelijking van geven. Die ziet er zo uit, natrium als vaste stof had je eerst en dat lost op en dan krijg je vrije ionen. Maar als je alsmaar door blijft gaan, op een gegeven moment zal de oplossing verzadigd zijn. Dus als je dan nog wat toevoegt, dan zal dat als vaste stof op de bodem komen te liggen. Betekent dat dan dat er helemaal geen uitwisseling is meer van ionen hier aan het grensvlak? Jazeker wel, want er zullen best ionen oplossen vanuit die vaste stof. Maar die oplossing was verzadigd. Dus er zullen tegelijkertijd, want er kan dus eigenlijk niks meer bij, zullen er ionen uit de oplossing weer een vaste stof vormen. En dat proces dat vindt hier continu plaats. En dat betekent dus dat we hier een evenwichtspeil moeten schrijven. En dan zien we dat er een evenwicht is tussen vast natriumchloride op de bodem en vrije ionen in de oplossing. En omdat dat verschillende fasen zijn, hebben we bij zo'n oplosevenwicht ook te maken met een heterogeen evenwicht. En dat heb je dus bij een verzadigde oplossing, als er uitwisseling is van ionen uit de vaste stof naar de naar vrije ionen in de vloeistof. Goed, die vier zinnen hier, die moeten natuurlijk even in je schrift, dus neem dat over in je schrift. En dan zijn we klaar met deze les. Wil je nou oefenen? Kijk dan op chemia.nl, daar vind je oefenmateriaal. Je vindt daar uitlegvideo's en oude examens om mee te oefenen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.